Goeiedag. We staan hier op een mooi plekje in Meissen. Meissen, weet ik hoe ze dat doet de coördinaten er straks weer bij. Speciaal aangelegd door de gemeente. Een gratis plekje met stroom. De winkel is 100 meter achter de camper. Dus we moesten vandaag even winkelen. En zodoende zijn we hier gekomen. Maar een heel mooi plekje, jongens. Hoor. We komen hier ook al jaren. Hier winkelen we altijd even. Dus de gemeente heeft er een goed ding aan gedaan om dit hier te zetten. Want iedereen gaat meestal even naar de winkel hier. Maar het is een gratis plekje. Met stroom, ook gratis. En je kan hier liggen. Ja, hier niet. Dan moet je een klein stukje rijden. Maar dat is een mooi station. Dat zult u morgen misschien wel zien. Waar je kan lozen en vullen. Dat is hier heel goed geregeld in Noorwegen. Maar het is dit keer dus niet in de woonwijk of in de bossen. Het is meer in een woonwijk. Woonwijk is het ook niet. Een beetje buiten het plekje. Maar een heel mooi camperplekje. Nou, we zijn nu in, jij weet het plaatje, Otto. Meissen. 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 Met een Griekse I. Ja. En, nou, we zijn aan de wandel. Dit is dus een. Nou, een dorpsgenoot geweest. Ja, ik ben hij niet verhuisd, maar ik al. We zullen jullie hier even de verzorgingsplek laten zien. Hier de verzorgingsplek. Keurig netjes. Oh, wat betekent dat? Een liter water geeft hij aan. Dat was anders altijd gratis nu nog, denk ik. Ja, alleen hij geeft de liters aan. Als je nou denkt ik moet 20 liter, geeft hij 20 liter aan. Dus nog gratis, ja. Allemaal nog gratis hier. Camperplek is gratis. Even voor drinken. Verzorgingplek is gratis. Stroom is gratis. Ja. Het is een heel mooi verzorgingsplekje. Ook op een heel mooi plekje staat het. Camperplek. Nou, en als ik nou omhoog doe. Daar achter die bomen. Daar staan we met de camper. Heel mooi setje bij het verzorgingsplek. En hier loopt nog een heel mooi klein riviertje. Hoge brug. Een mooi klein riviertje loopt hier. Stroomt. Lichtjes. Nou, even de andere kant uit. Het water is niet heel schoon, zijn we schoner gewend. Een helemaal plekje, jongens. Ja. En dat is allemaal, hier is ook nog wifi. Zo te zien. Ik zie een antennetje. Alles heeft de gemeente hier geregeld. Super. We zijn dus vandaag een stuk teruggereden. Hier is mooi weer. Verderop in Noorwegen was het zeer slecht weer. En hier schijnt de zon weer heel mooi. Ja, deze dames kunnen ook Hollands praten. Ja, die zijn nu aan werk geweest. En, we hebben alleen maar de laaier beschoven gehad, dus daar kunnen wij niet vallen. En bent u de beppe van Indy, hoe heet ze? Indy, ja. Indy, ja? Ja. Oh, wat vindt u het hier mooi op vakantie? Ach, leuk. Oh, mist u Indy ook? Ik mis alle zes. Alle zes tegelijk? Ja. Nou, dat moet nog even duren voor je ze weer ziet, hè? Ja, maar een week is zomer omhoog. Ja. Nog een paar weken, dan is ze er weer. Ja. En Paken er ook. En Paken, ben je aan het opruimen? Ik wil even een tonkje-tutje met Indy. Oh. Paken wil een tonkje-tutje met Indy.
Paak en Beppe gaan straks op een scooters. Oh nee, op een oude petten. Op een steppen. Hè? Op een steppen. Oh ja, op een steppen weg in die. Ja. 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 We hebben vandaag een hele mooie rit meegemaakt. Ja, door de bergen. Het was een ritje van, ik denk, een 115 kilometer, 120 kilometer. Maar daar hebben we toch wel dik 3 uur over gereden. Dus het ging niet snel. Sommige plakken 30, maar een hele mooie rit. De eerste 1,5 uur, ja, was het uitzicht wat minder. Het was allemaal regen. Daarom zijn we daar ook weggegaan. We zijn weer iets gezakt. Een beetje zitten wel in Noorwegen op, maar we zijn toch onder in Noorwegen. Daar zijn we gekomen. En ja, het is hier heel mooi. We kwamen hier, de zon was er weer. Dus daarvoor heb je een camper, hè. Zoek de zon op. Maar voor de rest is het een kort ritje. En hebben we anders ook nog wat te melden, Beppe? Oh, onze kleinzoon, die is jarig, hè? Oh ja. Ja. Die is 14 geworden. 14 nou? Boeie, boeie, al 14 jaar, ja. Even voor Paulus Jan, speciaal. PJ. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. En na 14 dagen, als we thuis zijn, staat. Ja, komen we langs. Komen we langs, Jan. En, nou, en voor de rest een kort videootje. En hebben we nog wat te melden? Ja, we hebben niet altijd zoveel te melden, hè? Ja, ja, we hebben wel wat. Hij heeft dan wel wat. Hebben jullie ook gezien? Auto en Durkje zijn we weer na een week herenigd. We zijn er een week kwijt geweest, maar we hebben elkaar weer gevonden. Dus, en we gaan hier morgen blijven, denk ik. Even barbecuen. En dan gaan we overmorgen, denk ik, naar een heel mooi plekje in Noorwegen. Is nog, ja, Noorwegen. Even een heel mooi visplekje. Maar dat zullen jullie allemaal wel zien. Ik denk dat we hier morgen blijven. Hangt allemaal ook weer van de wereld. Nou, ik zeg de groeten. Oort, oorke.